In de vorige aflevering hebben we gewonnen van Bee en van Nessa. In ieder geval, vandaag mogen we tegen Bee en Ryan. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we zijn zo tegen het einde van onze Water Pokémon Only Challenge. En zoals ik net al zei, zitten we in de Pokémon Championships en mogen we tegen Bee gaan vechten. En Bee heeft het mij wel vaker lastig gemaakt in deze serie. Nou viel het in de Water Pokémon Only Challenge wel mee, maar in mijn reguliere playthrough op YouTube, ja, daar hadden we wel wat moeite met Bee. Ze sloopte al mijn Pokémon. Dus ik moet er nog even een koekje van eigen deeg gaan geven. Zij begint met een Hawlucha. Nou, dat komt helemaal mooi uit, want ik begin met een Lantern. En als wij een beetje sneller zijn, dan moet die Discharge wel pijn gaan doen. Ja, Hawlucha doet High Jump Kick. En dat is een supersterke aanval die ook vaak mist en dan raakt hij zichzelf. Maar nu dus even niet. Ik heb dus gelijk een Hyper Potion nodig eigenlijk op Thor. Oh, oké. Okay. En Bee doet gelijk een Full Restore. Dus we beginnen gewoon weer lekker opnieuw. Hoppakee, Hyper Potion erop. En dan zijn we allebei weer zo goed als vol. Dus dan ga ik nog een keer Discharge doen. Hawlucha doet nog een keer High Jump Kick. Die raakt mij gewoon weer. En die sloopt me ook bijna. Want het is een critical hit. Yo, dit is niet oké, Hawlucha. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Oh, maar deze is super effective en critical hit. En Hawlucha is gone. We hebben geluk. We zijn net iets sterker. We zijn net iets beter. Oké, dan nu een Surfetch. En dan ga ik even switchen naar Octillery. Want Octillery is mijn Pokémon die gewoon vier verschillende type moves kent. Waaronder Psychic. En Psychic is natuurlijk lekker super effective tegen fighting types. Ik heb helaas dus geen fairy type moves. Dus die kan ik niet inzetten. Ik denk alleen wel dat Surfetch sneller is dan Octillery. Want Octillery is niet een hele snelle Pokémon, dacht ik. Maar we zijn toch sneller. Oké, nice. Hij was super effective. Surfetch doet Leaf Blade. Ja, Leaf Blade is wel sterk, man. En die is ook super effective. Ja, ik ben bang dat wij dit niet gaan winnen. Want met nog een Leaf Blade zijn we gewoon down. En is... we redden het net niet. En inderdaad, Surfetch doet ook inderdaad weer Leaf Blade. Ja, zie je wel. Bee gaat toch weer vervelend doen, jongens. Ik ben er helemaal niet blij mee. En ik mis ook nog mijn aanval. Oh, en dan is dit ook weer natuurlijk zeer pijnlijk. Kom op, Gyarados. En we missen weer. Wat is dit? Bee, wat heb jij je Surfetch gegeven? Nou, dan ga ik maar Waterfall doen. Oké, dan. Hij had nog 3 AP over. Lekker. We hebben 3 beurten nodig om die 3 AP weg te halen. Nou, bedankt Jennifer, je bent een level omhoog. Je wil Hyper Beam leren. Ja, dat is natuurlijk een supersterke aanval. Misschien kan die in plaats van Hurricane. Want aan Hurricane hebben we toch niet zo heel veel. Ja, alhoewel, Hyper Beam is het nou ook weer niet helemaal. Weet je wat? Laat maar zitten met die Hyper Beam. Ja, dus nu heeft Bee een Pokémon van me gesloopt. En 2 zijn heel laag qua HP. Dus Bee is toch wel weer lekker bezig. En dan ben ik totaal niet blij mee. Bee is altijd lastig gewoon voor mij. Ik weet niet waardoor het komt, maar ze maakt het me altijd moeilijk. En daarvoor ga ik voor mijn sterkste aanval, voor Snipeshot. Die is niet super effective natuurlijk. Maar goed, hij is wel hartstikke sterk. Rock Tomp, ja, oké. Okay. Doet mij niet heel veel pijn. Ik ben wel iets langzamer nu. Maar ik ben nog steeds sneller dan Phalanx, dus dat is nice. En dan hebben we in ieder geval deze Pokémon zonder al te veel moeite verslagen. Dat is ook wel eens fijn. Als we gewoon een Pokémon van Bee even gewoon snel kunnen wipen. Oké, Smeagol en Reptile, beiden een level omhoog. En dan mag ik nu tegen Grabblock. Let's go. Snipeshotje erbovenop. Ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Is het meer dan de helft damage? Het is meer dan de helft damage. Grabblock doet nu Octolock. Die is vrij nutteloos, want dat zorgt ervoor dat ik niet meer kan ontsnappen. Oké, en mijn defense is naar beneden. Dus zo nutteloos is dat inderdaad toch niet. Maar Grabblock is ook Voltoid verleden tijd. Bam! Bye-bye, Grabblock. Ja, en dan weten we allemaal welke Pokémon Bee nog heeft. Dat is natuurlijk haar Machamp. En die Machamp gaat ze even keihard Dynamaxen natuurlijk. En dan kies ik ervoor om Smeagol te gaan Dynamaxen. En dat is your Gigantamax Machamp. Oké, ik ga deze battle graag aan met Max Gazer. Het verbaast me echt dat mijn grote pad gewoon continu sneller is eigenlijk. Dat vind ik best wel bijzonder. Seismitoad is gewoon best een snelle Pokémon. Dat had ik nooit verwacht. Max Strike dan op mijn hoofd. Oké. We doen niet veel voor elkaar onder. Mijn snelheid is nu naar beneden. Maar het regent wel. Dat betekent dat wateraanvallen sterker zijn nu. Ja, en inderdaad. Nu is inderdaad Machamp weer sneller. Dus dit is wel even jammer. Oké, ik ben meer dan de helft van mijn HP kwijt. En zo te zien wordt Machamp nu nog sterker. Ik hoop dat ik hem met 2 Max Gazers nog kan slopen. Ja, dat gaat lukken. Ik heb nog 1 move nodig. Maar de vraag is... gaat hij mij niet nu kapot maken met deze fighting type move? Nee hoor. Nee, lekker. Ik overleef het. Heerlijk. Hoppakee. Waterstraal op je bakkeroni. Baba Machamp. Ja. En dan zijn we door naar de finale, jongens. Want we zijn klaar met Bee. We hebben ook Bee gewoon verslagen. Lekker. Nice. En Bee blijft gewoon lekker chillen natuurlijk. Bee is altijd rustig en bedankt ons netjes voor de wedstrijd. Dan gaan wij nu door tegen Ryan. Zoals je ook op dit schema kan zien... de finale. Of is het de halve finale?
is de finale tegen Leon. Yo, Pierce. Yo, Marnie. Pierce heeft natuurlijk verloren van Ryan. En Pierce wil dat we wraak nemen op hem. De vraag van de dag is trouwens, wie is jouw favoriete fighting-type Pokémon? We hebben net Bee verslagen. En nu ben ik benieuwd wie jouw favoriete fighting-type is. Ik denk dat heel veel van jullie Lucario gaan zeggen. Dat is volgens mij een van de populairste. Zelf vind ik eigenlijk Heracross wel een hele toffe fighting-type Pokémon. Ik denk dat dat mijn favoriet is. Alhoewel, Surfetched vind ik ook wel een dikke baas, jongens. Dus even kijken of Ryan er nog wat fighting-type moves uit gaat gooien. Of dat hij volledig Dragon gaat. Ik weet nog wel dat zij Flygon Thunder Punch kent. Dus daar moeten we sowieso even vooruit kijken. Dat zou wel een probleem kunnen worden namelijk. Hij begint met een Torkoal. En dat is helemaal top. Ik begin namelijk lekker met Reptile. En ik hoop dat we hem gewoon met Snipeshot in één keer kunnen wipen. Pak hem aan, Snipeshotje! Ja, inderdaad. Ik had al zo'n voorgevoel. Ik had al zo'n voorgevoel dat dat niet ging lukken. Aangezien hij nu de zonkaart laat schijnen. Ik denk dat het een slim ding is om even Raindance te doen. Let's go, laten we het regenen. Torkoal doet nu Body Press. En nu begin ik te slapen. Ja, daar heeft hij ook alweer voor gezorgd. Heb ik een Awakening bij me toevallig? Ja, kijk, ik heb 6 Awakening. Let's go. Dan is hij in ieder geval weer wakker. Torkoal doet Lava Plume. Dat mag van mij. Dat raakt me amper. En dan kunnen wij dit even finishen met nog een snipeshotje. Hoppa. Dan is Torkoal in ieder geval lekker weg. Daar hebben we geen last meer van. Maar wie zou zijn volgende Pokémon zijn? Goodra. Weet je wat? Ik ga dat gewoon even proberen met Inteleon. En ik ben benieuwd of ik hiermee de juiste keuze maak. Stiekem ben ik wel een beetje bang van deze Goodra, jongens. Maar snipeshot gaat me sowieso helpen, wou ik zeggen. Nee, helemaal niet. Oh, Thunder. Nee! De sterkste Thunder-type move. Ik denk dat ik Smeagol even nodig heb, jongens. Oké, let's go, Smeagol. Nee, ik mis hem ook nog. Oh, dit gaat helemaal fout. Kom op, Mudshot. Nu is het wel raak. Ja, dat doet amper pijn. Hij doet Raindance. Oh, thanks. Daar help je mij voor de volgende beurten misschien mee. Misschien moet ik mij gewoon even Drain Punch gaan proberen. Hoeveel damage doet dit? Ja, niet zo heel veel, maar het gaat de goede kant op. We hebben meer dan de helft van de HP van Goodra down. Goodra is al sick, man. Goodra maakt het ons moeilijk. En die doet Muddy Water. En dat gaat mij sowieso pijn doen. Het is wel water. Nou, oké. Ik had er misschien iets meer van verwacht, omdat het een hele sterke aanval is. Maar het viel mee. Nog een keer Drain Punchy. En dan jat ik gewoon weer wat HP terug. Ongeveer 23 HP. Goodra gaat nogmaals voor Surf. Doe alsjeblieft geen Full Restore. Nee! Nee, man. Ik dacht het al, hè, dat jij een Full Restore ging doen. Ik had al zo'n vermoeden van dit gaat waarschijnlijk een Full Restore worden. Nou, jongen, als jij het zo wil spelen, dan breng ik ook even een Hyper Potion naar Smeagol. Dan ga ik het ook gewoon op deze manier doen. Dan doe ik het wel op jouw manier. En waarom raakt Muddy Water de hele tijd? Die heeft een accuracy van 85. Kom op. Die hoeft mij echt niet elke keer te raken, hoor. Die mag ook best wel een keertje missen. Dat vind ik echt niet erg. Oké, let's go. We gaan door met Drain Punch. Goodra gaat weer lekker regen dansen. Die wil toch heel graag dat het regent. Ja, jammer dat het allemaal niet zo effectief op mij is, hè. Jammer, hè. En jammer dat ik een grondtype Pokémon ben, hè. Dat je geen Thunder kan doen. En eindelijk is Goodra gepoisoned, jongens. Hier weer is Muddy Water raakt. Die blijft maar raak gaan. Oké, de poison doet ook lekker zijn werk. En dan zijn we nu eindelijk klaar met Goodra. What? Dit gevecht met Goodra duurde gewoon 5 minuten volgens mij. Oké. GG, Goodra. Goed gedaan. Maar nu is het klaar. Oké, dan nu. Flygon. Daar wil ik zeker voor wisselen. En dan hoop ik dat Davy Jones sneller is dan Flygon. Davy Jones heeft namelijk een ice move en die is 4 keer super effective. Dus beter mag ik Ice Beam even op jouw bakken gooien. Oh, je gaat voor Sandstorm. Oké, je gaat voor de langzame aanpak. Ik had verwacht dat je me gewoon keihard zou donderschokken en dat ik gewoon in één keer klaar was. Maar oké, je gaat voor de long term. Dat doet Ryan de hele tijd. Dat deed hij ook met Goodra. Eens even kijken wat deze Ice Beam doet. Hoppa. One hit. KO. Bye bye Flygon. Goodra ging kapot langzaam en Flygon in één keer klaar. Dan nu. Turdenator. Ja, en dan zou je denken dat Waterfall super effective is. Maar dat is die niet. Omdat water niet very effective is tegen Dragon. Dus dat compenseert weer met het vuurtype wat Turdenator ook is. Oh man, de zon gaat nu keihard schijnen. Ik denk dat ik dan nu even Crunch ga doen. En ik denk dat dat niet zo handig is. Want hij doet zijn Shell Trap. En dat betekent dat wij ook pijn hebben. Zouden we het alsnog af kunnen maken met Waterfall? Dat zou wel even chill zijn als dit gewoon sowieso toch nog wel lukt. Ah, nee! Het doet zoveel pijn allemaal. Oké, maar dit is wel het einde van Turdenator, jongens. Dikke doei. En dan heeft hij nog één Pokémon over. Terwijl Jennifer naar level 53 gaat. We zijn lekker aan het trainen ook. En dat is Duraludon. Ja, en daar heb ik toch gewoon eigenlijk weer Smeagol voor nodig, jongens. Oké, ik heb sowieso wel even een Hyper Potion'tje nodig. Want anders ga ik het sowieso niet overleven tegen Duraludon. Dat had ik misschien even eerst moeten doen. Toen ik toch tegen Turdenator aan het battelen was. Maar ja. Oké, kijk hem losgaan. G-Max Depletion. Wat is dit? Ja, dit is jammer. Dit is heel jammer.
jammer. Ik denk dat ik even potions moet blijven gebruiken. Dit is een beetje lame. Maar hey, ja. A man's gotta do what a man's gotta do, right? Nu doet hij Max Knuckle. Oké. Okay. Misschien dat ik nu een kansje kan wagen. Of zal ik gewoon eerst even Drain Punch doen? Zonder te dynamaxen. Hij gaat door met Max Knuckle. Hij heeft net zijn attack geboost. Dus deze gaat iets meer pijn doen. Ja, oké. Okay. Hij is lekker aan het boosten. Oké, okay, Drain Punch erop. Hoeveel HP krijg ik terug? Ik heb nu 80 en nu zit ik op de 107. Hij is klaar met dynamaxen. Misschien moet ik gewoon even sowieso Drain Punch doen. Terwijl jij een... Oké. Je gaat er nog even voor. Moet ook wel eerlijk zeggen. Ik heb niet meer echt Pokémon die nou heel erg goed zijn tegen Duraludon. Ik heb bijna allemaal not very effective moves. Ik kan het nog even gaan proberen met deze ijsaanval. Oké dan. Dit is hoe je het wil gaan spelen. Stel ik ga dynamaxen. Ben ik dan sneller? Nee hoor. Nee. Shit. Duraludon is sowieso nog sneller. Potverdorie. Nou heb ik voor niks gedynamaxed. Oké. Ryan is alsnog lekker aan het slopen. Zou ik met Jennifer wel sneller zijn? Want dan kan ik het met Crunch oplossen misschien. Oké. Crunch op zijn bakkes. Is het klaar nu? Het is klaar nu. Ryan mag naar huis. Ryan mag zijn spullen pakken. Ryan en zijn Dragon-type Pokémon kunnen lekker op shouten. Kijk maar eens. Hoppa, we mogen nu tegen Leon. En dat gaan we lekker doen in de volgende aflevering, jongens. Doe even dat blauwe duimpje omhoog. En dus abonneer sowieso op dit kanaal als je dit leuk vindt. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!